Leuk je kijkt naar een nieuwe video waarin ik weer op zoek ga naar de perfecte broek. Zoals jullie misschien wel weten ben ik 1,79 en struikel ik gewoon met het vinden van de goede broek. Als het nou een cargo, is het een straight jeans, is het een mom jeans, is het een skinny, een flared. Het gaat gewoon om het vinden van de perfecte broek. Ik kwam laatst dus ASOS Stal tegen op TikTok en dat is dus een online webshop, een deel van ASOS. En ik dacht, ja, waarom neem ik dit ook niet mee in een video? Het is niet helemaal een winkel en een stad, maar ik dacht, ja, iedereen kan hier bestellen, iedereen kan het vinden en het is perfect voor iedereen die lang is. Ik heb hier dus laatst een TikTok over geplaatst en ik kreeg echt 50 reacties met try on. Dus ik dacht, ja, ik ga hier gewoon sowieso even een video maken op YouTube en het pakket is binnen en het is echt een mega pakket. Ik heb verschillende soorten broeken gekocht. Ik heb verschillende stijlen broeken, dus het is nu meer een algemene unboxing van ASOS Stal met daarin verschillende broeken. Ik heb onder andere een cargo broek besteld, want daar kreeg je echt super veel de vraag naar. Dus ik dacht, ja, die kan niet ontbreken. Er zit volgens mij ook iets van een leather jeans in, een leren broek en nog iets van een straight jeans. Dus het zijn verschillende soorten broeken. En ja, laten we het pakket gaan openmaken. De doos zit dus echt helemaal vol met broeken. En ik ga stuk voor stuk even openmaken en aan jullie laten zien. Oké, laten we beginnen met de cargo. Deze is van Stradivarius, van Stradivarius Stal. En dat hebben ze dus volgens mij niet in de winkel, want daar kan ik het nooit vinden. Maar ze hadden het dus wel hier bij ASOS. En dit is trouwens allemaal zelf betaald, zelf gekocht. Maar ik moet het gewoon even uitproberen. Dit is de broek. Het is dus zeg maar een straight fit, volgens mij. Maar het is dus een beetje een groenige legerkleur. Hier zitten de zakken en dus hij valt recht uit. En ik heb deze besteld in een maatje 36. Dan gaan we door naar de leren broeken. Ik heb hiervan twee besteld, aangezien het twee verschillende maten zijn. Van twee verschillende merken, want ik twijfelde een beetje over welke het beste zou vallen. De eerste is van ASOS zelf. En dat is eigenlijk ook weer een straight fit. En het heeft hier zo'n elastische band. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe deze valt. Er zitten verder geen zakken in of iets. Dus het is wel echt een hele basic leather jeans. Dan hebben we de andere. En ik zie dat deze ook gewoon van ASOS Stal zelf is. Dit is een maatje 36. En ook weer met zo'n elastische band aan de bovenkant. En deze heeft verder ook geen zak of iets. En dan aangekomen bij de andere twee straight jeans. En ik heb er eentje in het zwart en eentje in het blauw. Dus ik ben heel benieuwd. De eerste is van Topshop. En ik weet dat ik vroeger ook altijd skinny jeans kocht bij de Topshop. Omdat die broeken gewoon lang genoeg waren. Dus ik dacht, ja, Topshop is mij al eerder goed gevallen. Dus toen zag ik deze. Deze broek ziet er ook gewoon überhaupt al echt heel lang uit. Het is een 36 lengte en 26 breedte. Dus ik ben echt heel benieuwd. Hij ziet er ook wel lekker lang uit. En ik vind het stofje ook echt super mooi. En dan zijn we bij de laatste broek aangekomen. Namelijk deze. En deze is ook van ASOS zelf. Het is een zwarte stofje. En deze is volgens mij ook een straight. Hij is wel iets minder breed dan die ander. Maar ja, ik ben ook heel benieuwd. Dit is een 25 breed en 36 lengte. Dus ja, laten we ze even allemaal aandoen. Oké, ik heb de cargo aan. En ik had hem iets langer verwacht. Maar hij valt wel echt op mijn schoenen, zoals je ziet. Hij zit wel echt ook goed bij mijn taille. Sluit lekker aan en zit niet te los. Zo valt hij op zich mooi op je schoenen. Maar als je natuurlijk gaat lopen, ja, dan schuift het iets omhoog. Maar ja, het is maar waar je voorkeur ligt. Even ter vergelijking, ik ben zelf 1,80 ongeveer, dus ja, ben je 1,80 of misschien ietsje langer, dan zit die goed. Maar ben je echt veel langer dan 1,80, dan zit deze denk ik gewoon net niet goed voor jou. Je hebt ook echt aan de achterkant mooi aan, valt mooi en die zakken zitten ook gewoon op een goede hoogte. En nogmaals, ik hoef hier geen riem bij, taille sluit goed aan. En ja, benieuwd wat jullie van deze cargo vinden. Ik heb de leren broek aangetrokken. Dit is degene die ik heb in maatje 34. En hij is oprecht zo lang. Ik weet of je het goed kan zien, maar hij valt echt gewoon een paar keer dubbel voordat hij op mijn schoen valt. En ik had net geen schoenen aan en toen liep ik er zelfs op. Ik heb een oversized model, want hij zit dus hier niet heel getailleerd. Hij sluit hier wel gewoon goed aan en zakt niet af. Ik dacht dat er geen zakken in zitten, maar er zitten dus wel zakken in. Dus langer dan denk ik 1,85, dan pas je deze broek ook echt perfect. Dus zelfs nog maar 1,34. Leuk dan ook een beetje zo met zo'n truitje en lekker je ux. Ik dacht, ik pas ook nog even die 36, maar
Deze is gewoon nog langer. Ik doe voor de grap even geen schoenen aan om het effect te laten zien van hoe lang deze broek is. Wat ik deze wel lekkerder vind zitten rondom mijn taille. Hij valt iets minder baggy. Het is voor het eerst dat ik kan zeggen dat een broek gewoon te lang is voor mij. Ik sta zeg maar nu op mijn tenen. Alsof ik gewoon zeg maar hele hoge hakken aan heb. Ik zal hem even weg behouden. En alsnog valt het op de grond. Maar ik til hem nu gewoon een heel stuk omhoog. Ik was daar echt versteld van deze twee broeken. Dat die gewoon zo lang zijn. Ik denk oprecht als je 1,90 bent. Dat je dit gewoon nog past. Ik heb nu dus de stray jeans aan en ook deze is echt perfect. Check ook weer de lengte hiervan. Ik sta er gewoon op. Ook qua taille, hij is echt ultra high waist. Hier zit mijn navel. Maar ja, hij zit wel goed en ook echt sluit hij heel mooi aan. En ook aan de achterkant ziet hij echt prachtig. Ook deze broek is gewoon weer geslaagd. Het is zo mooi. Dit is de laatste broek aan. En ik dacht dat het een straight was, maar het lijkt meer een soort van op een white of op een... skinny. Zelf vind ik dit niet echt een wide of een straight. Ik vind het meer een soort van skinny die iets losser valt aan de onderkant. Hij is op zich wel lang, maar ja, ik zou deze zelf niet kiezen. Hij sluit ook wel mooi weer aan bij mijn taille en loopt ook lekker uit. Maar ja, dus niet als een echte straight fit. Oké, ja, dat waren alle broeken. Ik moet zeggen dat ik het meest tevreden ben over die twee leren broeken en over de lichtere straight jeans. Die twee leren broeken zijn echt geschikt voor hele lange meiden en voor de gewoon een beetje van mijn lengte, maar ook echt wat langere meiden. En die straight jeans is ook echt goed voor langere meiden. Ik moet zeggen dat ik die zwarte gewoon dus niet echt mijn eigen stijl, maar die valt ook gewoon lang. Dus als je wat langer bent, zou je die ook aan kunnen. Alleen het is niet echt mijn stijl van broeken die ik lekker vind om te dragen. En de cargo is ook wel lang genoeg. Alleen denk ik echt voor topmeiden van 1, 2,83. En daarbij stopt het wel, anders wordt hij gewoon te kort. Dus ja, tot nu toe vind ik ASOS het al echt een uitvinding. Het is echt top. Alles is gewoon net even wat langer dan de normale broeken. Ben jij dus lang, moet je echt even een kijkje nemen bij ASOS het al. Je moet wel echt goed erop zitten, want ik zie dat heel vaak dingen uitverkocht zijn. En als het dan eenmaal weer online komt, dan is het ook weer super snel uitverkocht. Ik zal alle linkjes van alle broeken en de maten en alle omschrijvingen zal ik hier beneden in de beschrijving zetten. Want ja, ik denk echt dat jullie heel snel naar Hazelstal moeten rennen en echt daar een bestelling moeten plaatsen met verschillende broeken. Om gewoon te kijken wat jou past. En dit was dan weer de video. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. En laat ook zeker weten waar ik de volgende keer moet gaan shoppen. In welke winkel, welke stad, waar ik online wat moet bestellen voor de perfecte jeans voor lange meiden. Tot de volgende keer.